Een redelijk tevreden blik bij Marcel Keizer na afloop van de wedstrijd tegen Willem II. De trainer van Ajax zag zijn ploeg met 3-1 winnen, al was die zege een stuk minder overtuigend dan de uitslag doet vermoeden. Ondanks de vijfde overwinning op rij is er dus nog genoeg progressie te boeken voor Ajax. Het kwam moeilijk tot stand. Ik moet daar wel bij zeggen dat Willem II de laatste 4 wedstrijden 3 gewonnen heeft. Dan zie je dat dat een heel stabiel team is, wat verdedigend speelt, wat de ruimtes heel klein maakt. Maar ook op een andere manier speelt dan de meeste Nederlandse teams. Dus hadden we in het begin zeker wel wat moeite mee. Dat was voor ons lastig om de ruimtes te vinden waar we normaal altijd heen gaan. Dat was nu wat minder. Dan wordt het een moeilijkere wedstrijd. Dan krijgen we nog een penalty tegen. Dan hebben we het uiteindelijk toch nog recht getrokken. Dus dat is een compliment voor het team. En ik denk dat we toch ook nog wel aardig wat kansen gecreëerd hebben. Een belangrijk moment in het treffen met Willem II was de penalty die de thuisploeg kreeg na 10 minuten in de tweede helft. Het leek bijna of Ajax daardoor pas echt wakker werd geschud. Volgens mij is het nooit goed als je goal tegen krijgt. Misschien gaf het ons net dat setje, dat kan. Ik geloof daar niet echt in. Ik denk dat wij ook wel iets minder speelden dan qua intensiteit dan tegen Feyenoord. Nog niet eens qua uitvoering, maar gewoon qua intensiteit. Het moeilijke om tegen zo'n tegenstander te spelen, denk ik dat het zo'n soort wedstrijd werd. Is dat te verklaren dat je dan dus op een andere manier misschien die wedstrijd ingaat als tegen Feyenoord? Je gaat als trainer overal bijna en misschien waren we net wat minder fris. We zijn nu al een dag of 9 achter elkaar door aan het gaan. Geen vrije dag ertussen gedaan. Ja, misschien allemaal dingen waarvan je denkt, oké, misschien had ik dat beter kunnen doen. Misschien een dag vrij moeten geven. Misschien was ze frisser op het veld geweest. Dat soort dingen probeer te evalueren en dan ga je weer naar de volgende wedstrijd. Feit is dat ik wel vond, en ik denk dat iedereen dat vond, dat we tegen Feyenoord wel wat frisser op het veld stonden. Na het doelpunt van Willem II moest Ajax met nog een half uur te gaan op jacht naar goals. En ondanks de achterstand had Keizer ook op dat moment vertrouwen in een goede afloop. Eigenlijk was het wel wachten op de goal van ons. Ik vond wel dat we een aantal counters toegestaan hebben. Maar verder denk ik dat we aardig met wat voorzetten. Bal op de paal, van Klaas, net een teenlengte tekort, dat soort dingen. Meer aandrongen. Na de goal dan weet je in ieder geval dat je er 2 moet maken. Want een gelijkspel was ook niet genoeg geweest. Maar uiteindelijk maken we snel gelukkig de gelijkmaker. En hadden we nog eigenlijk volgens mij 20, 25 minuten om de tweede te maken. En daarna komt er dan natuurlijk ook meer ruimte. En dat is natuurlijk ook wat je eigenlijk graag wil in de eerste helft. Dat je dan snel een goal maakt. Dat je ook weet dat zij eruit kunnen moeten komen. En dat je dan meer ruimte gaat krijgen. En dat het misschien een betere uitslag of betere uitvoering wordt. Dat zat er nu niet in. De 2-1 kwam zaterdag van de voet van Siem de Jong. Dat was alweer de 6e keer dat er dit seizoen een invaller scoorde voor Ajax. En dat is vrij opmerkelijk, want dat is nu al een verdubbeling van het aantal scorende invallers van vorig seizoen. Ben jij gewoon zo goed in wisselen of hoe zit dat? Ik vind dat ik een goede bank heb. Deze goal die Siem nu maakt, die schiet hij op trainen ook gewoon heel vaak in. Dus dan is het ook geen geluk. Als hij randje 16 staat, dan heb je gewoon een hele grote kans dat er een bal binnen gaat. Dat is gewoon een goede kwaliteit van hem. Dus dan ben je blij dat hij invalt en deze goal maakt. Hoezeer klopt hij nu op de deur eigenlijk, Siem de Jong? Ja, net als een paar anderen al een paar weken. Natuurlijk steeds meer. Dat blijft goed voor ons. Dan weet je dat je allemaal ook weer de komende week bij de les moet zijn op trainen. Dan weet je ook dat we de komende week in de wedstrijd, je maakt een opstelling en dan zal iedereen ook weer bij de les moeten zijn. Dus het houdt elkaar gewoon scherp. Ook voorin heeft Keizer genoeg te kiezen. Tegen Willem II koos hij ervoor zowel Klaas-Jan Huntelaar als Kasper Dolberg te laten spelen. Dat was niet de eerste keer dit seizoen, maar is natuurlijk wel even omschakelen. Ook dat is natuurlijk even wennen. Had ook weer te maken met hoe de tegenstander speelde. En we vonden gewoon dat we dat een keer moesten proberen, omdat je wil je doelpunten maken sinds het elftal hebben. Je weet dan dat je een andere bezetting aan je linkerkant hebt. Want Kasper is iets meer vrij en moet iets meer aan de binnenkant spelen. Maar ook weer niet te veel, want dan loopt hij het weer dicht. De lijnen naar Klaas bijvoorbeeld. Dus in het begin was het even zoeken. Je zag ook naarmate de ruimte kwam in de wedstrijd dat ook Kasper daar wel zijn mogelijkheden in kreeg.
Dus uiteindelijk zal de afstemming nog wel iets beter moeten dan dit. Maar wel, het is een optie voor ons om het vervolg nog een keer te doen. Ja, het is wel voor herhaling vatbaar. Ja, dat vind ik wel. Ik vind wel dat je hier ook nog wel een keer een extra stap in kan zetten. Maar goed, dat was net zoals tegen Zwolle dat ze naast elkaar speelden. Is dat ook iets wat in onze selectie zit en daar wil je dan mee aan de slag. Maar we kiezen voorlopig wel voor gewoon vastigheid in ons systeem. Ja, en ook in je opstelling de komende tijd? Of kan het zijn dat je dit tegen Utrecht bijvoorbeeld weer doet? Oh, dat kan. Maar dat hangt ook van de komende week af hoe we trainen en hoe de analyse van Utrecht is. Wat voor ons dan het beste is. Hè. Je kijkt voornamelijk naar jezelf, maar zeker ook naar een tegenstander. En dan van daaruit maak je een opstelling. Komende zondag gaat Ajax tegen FC Utrecht dus verder op jacht naar koploper PSV. Door het hernieuwde puntenverlies van Feyenoord lijkt het erop dat de ploeg zich voorlopig vooral kan focussen op de Eindhovenaren. Maar Keizer kijkt daar voorlopig niet naar. Eigenlijk niet. Dat we winnen, dat is voor mij goed genoeg. Het avond was extra mooi geweest als we misschien wat beter gespeeld hadden, nog sneller een goal gemaakt hadden. Dus we moeten gewoon zorgen dat we verbeteren en daar zijn we eigenlijk elke dag mee bezig. Dus voorlopig kijken we nog nergens anders naar.